ben hier vandaag bij BDO in de keuken terechtgekomen doordat ik eigenlijk gebruik maak van de diensten van BDO. Rachel Dibbets is eigenlijk degene die vanuit BDO bij Startlife in Wageningen is. En ik ben een start-up Umameets begonnen in Wageningen. En ik zit bij Startlife en vandaar dat ik hier nu vandaag bij BDO langs kan komen met de Umaburger en de Umaworst. Nou, als ik heel kort over Umameets iets kan zeggen, we willen eten beter maken. Dat doen we op smaak, dus we maken de allerlekkerste producten en daar gebruiken we zeewier voor. Nou, als BDO adviseren en helpen we onze klanten graag. En we zetten graag ook een stapje extra voor onze klanten door ze bijvoorbeeld te helpen en ze te introduceren bij onze netwerken en ook bij onze relaties, hè, waar zij dan ook belang bij hebben. Kijk, als je nu kijkt naar een Umameets, voor hem is het gewoon van belang om te werken met opdrachtgevers zoals Hutte. Ja, en daar dragen wij uiteraard graag een steentje aan bij. Nou, bij BDO staat vitaliteit op het programma. Bij vitaliteit hoort uiteraard ook gezonde voeding. Nou, en als je dan de Umaburger neemt. De Umaburger is een gezondere burger. Er zit veel minder zout in, dus het is gezonder voor de mens. En daarnaast is het ook nog eens een keer een duurzame burger. Ja, en als werkgever is het gewoon belangrijk dat je ook een steentje bijdraagt aan zaken zoals duurzaamheid en vitaliteit voor je medewerkers. Toen ik het eerst hoorde van hamburger met zeewier, dat was een verrassing. Maar toen ik een eerste hap nam, proefde ik wel meteen een zeewier terug. Dus voor mij was het echt een aanrader. Ja, dat is super lekker.